is your boy Fax weer van de 11 of Fies. Hoor, kijkers. Vandaag is een nieuwe dag, een nieuw begin. En welkom bij de Quattro by Fax Show. En vandaag hebben we een nieuw topic. Dat gaat over uitgaan. We gaan bespreken met Matties vrienden. En nog veel meer over hoe je moet bommen en de club. En al die dingen, toch? Dus kijkers, blijf kijken. Als ik drinken voor mezelf haal, kan ik met 10 euro overleven. Sowieso kan je met 10 euro surviven. Luister dan, ik ben die grootste spijker die je kan hebben. Ik zeg eerlijk, als je spijker bent, 10 euro is meer dan genoeg. Ik ben altijd bob. Dus ik rijd gewoon naar die vis, ik neem deze man mee, hij is altijd spijker. Met 10 euro, je kan makkelijk overleven, joh. Makkelijk. Ja, ik vind niet dat je met de donnie kan uitgaan. Je bent niet zo'n persoon die drinken koopt voor andere dames ofzo? Nee, ze mag wel een slokje van mij gewoon. Gewoon van 1 wil je proeven. Maar gewoon eerst lokje. Oké, en je bent niet die guy van eerste ronde is op mij, tweede ronde is op jou. Kijk, ik kan wel een drankje voor een dame halen, maar dan neem ik een slokje van haar drinken, want ik heb niet zoveel geld. Maar dan moet je iets opofferen. Dat betekent geen kluisje of geen taxi, je mag kiezen. Zo met trui aan dan, die vis wel gaan. Je gaat dat heet krijgen. Luister, je hebt 10 euro, je gaat naar, weet ik veel, sneldrank, je haalt 2 levers. Je haalt die 2 levers, je trapt die poortje open van die metro. Je gaat naar Waterloopplein, je gaat naar R. Je bent op gastenlijst, je bent al dronken. Je bent daar. Ik ben die spijker jongen die 5 dagen met hetzelfde eten kan choppen. Ja, makkelijk. Fok drank. Je overleeft het ook alleen met Fanta. Drank is slecht. Ik ben alleen voor Fanta. En elke club die freeway geeft... ik proef het. Een don't in een club zijn die... Niet die dansers, want hun vind ik lid, maar die ex-dansers. Die vooral altijd die het doen. En vooral op festivals die way back dansen, waar ik niet rekening mee. Luister, als je anno 2019 nog met Timberlands naar een festival gaat, dan mag je meteen naar huis gaan. Je mag meteen het land uit. Ga naar een ander land. Timberlands op een festival, dat kan niet. Hè? Dat kan gewoon echt niet. Een dood in de club. Ik heb mannen gezien, jongens. De eerste, je bent niet gespierd, je bent niet breed, niks. Je trekt je t-shirt uit. Ik weet het is warm. Je trekt gewoon iets comfortabels aan. Je gaat niet je t-shirt uittrekken in de club en dan zie je er al niet aantrekkelijk uit. Hoe heb je zulke zware voeten dan? Snap je, hoe wil je dansen? Ik vind als je met Timbas komt, dan ben je sowieso bereid om iemand te kicken. Je komt daar gewoon met het idee van ik kom je iemand schoppen. Een dood. Nou, sowieso vind ik het al niet nodig als ik jou kom aanspreken. Ik ben niet voor dat gekomen. Maar dan steek je bek ook nog. Kijk wat stimoron, of een mentos. Dan gaat je mond nog een beetje goed, dan kan je nog een beetje communiceren. Maar als je bek stinkt, boy, loop er. Alsjeblieft, loop er. Oké, wacht. Als je Latin Village gaat, je moet veel bergen beklimmen, veel zand. Dan vind ik het oké als je Timberlands draagt. Maar anders niet. Als je geen berg gaat beklimmen, wat kom je met bootpatas? Kom met één stampetjes. Nee, ga naar Osso man. Ik zeg van wel. En weet jullie waarom? Omdat ware liefde altijd op je pad terecht komt. Ik vind dat je je droompartner wel kan vinden als je uitgaat. Is het in de club? Is het op het strand? Is het in een warenhuis of in de LV Store? Je ware liefde komt altijd naar je toe, dus ook in de club. Als je een groepje dames ziet, iedereen is druk en je ziet één stiffe arms, dat is je droomvrouw, dat is wife. Dus stel je voor, je ziet dat leuke meisje dansen voor je, je doet even de dansie, haha, eindstand, ze baart je van, heb je zin in mij? Cash. Je hebt er. Het is altijd die angst die met de vriendinnen meegaat 1 of 2 keer en die voor de rest nooit uitgaat en alleen maar thuis zit. Dus ik vind wel dat je je droomvrouw makkelijk kan vinden. Man. Elk normaal persoon gaat een keer uit. Hé, toch? Dus je droomvrouw waarschijnlijk ook. Van mij nu. Nee? Ze vinden alleen in mijn droom. Je droomvrouw in de club vinden of op een festival, dat kan allemaal. Iedereen geniet wel van zijn leven. Je gaat zelf ook vaker uit. Dus je moet dus vraag stellen, zou ze het omgekeerd ook gewoon kunnen denken? Een meid of een dame die geniet in de club. Kan gewoon je droomvrouw zijn, dus als jij dat aantrekkelijk vindt. Maar ze is naast het uitgaan ook gewoon serieus in de leven. Waarom zou je dat niet daar kunnen vinden? Hoe niet? Like, wifey weet toch wat ze leuk bij je vindt? Wifey weet toch wat andere dames aantrekken? Kijk, je hoeft ze niet aan te trekken, maar je moet wel, je toch, aantrekkelijk uitzien. Dus als wifey dat voor mij kan bepalen, mijn wifey moet me zeggen wat ik aan moet doen. Ik zeg eerlijk, mijn wifey heeft niks te zeggen van mijn oudje. Sowieso niet. Nou, mijn vriend gaat vet niet voor mij bepalen wat ik aanga. Hoe erg kan het zijn wat er jongen aan doet? Al is het een polo shirt of een trui of een hoodie. Het maakt niet uit. Wij jongens zien allemaal hetzelfde. Alleen de ene wit aan of de andere rood. Het is gewoon een hele normale outje. Hoe het draait verkeerd. Want jongens gaan niet een hotpass of leggings uit of wat. Dus
Snap wat ik bedoel? Nou ja. Wij jongens hebben sowieso iets te zeggen over onze vriendin of wife of flow. Maar doen we het of keer? Hun zien er wel bloot uit en wij niet. Als ik uitga, dan wil ik gaan hoe ik mij voel. Mijn kleding laat zien hoe ik mij voel. Als een kill gaat bepalen wat ik aanga, dat betekent dat hij gaat bepalen hoe ik me voel op die avond. En dat werkt niet zo. Ik zal wel voor hem natuurlijk bepalen. Want vooral als hij met mij uitgaat, ik ga hem vet iets lelijks aangeven. Maar ga ik de andere wijf ook naar hem bekijken. Ze willen altijd wel iets bloot. Ze willen, bovenkant bloot. Ze willen met visnetjes uitgaan. Onderkant bloot. Je denkt je gaat Surina. Boromangs, onuitgenodigd, toch waarschijnlijk op een feestje. Op nou, helemaal shoppie. En het is volgens mij een Surinaamse woord, hè, Boromangs. Of ligt dat aan mij? Nou, volgens mij is het ook Surinaams, man. Ja, hè? Dus jullie zijn raar, Boromangs. Zeg je eerlijk, man, sommige Boromangs zijn gewoon gezellig, man. Ik weet niet, maar hij is op elk feestje altijd wel Boromangs. Dus eigenlijk op elk feestje heb je een Surinamer die niet uitgenodigd is. Dus maar ze willen profiteren van die kip van je feestje. Om Boromang. Of die beetje nasi wat ze kunnen grijpen. Hmm. Ja, toch? Ze zijn best wel gierig, maar ze lijken wel op apen. Ga weg. Au, au. Hey, je wil weten hoe je dat juka kan opmaken. Kijk, je hebt die Boromangs die gek capuchon op, Jaka nog aan, zonnebril op, in die oekoe gaan staan. Maar je hebt ook gewoon die Boromangs die gezellig zijn, die die vissen ophypen. Snap je, dat is gewoon gezellig. Ik vind als je Boromang bent, dan moet je een bepaalde functie hebben op een visser. Ik vind het ook nodig, man. Ja, Boromangs zijn soms meer hype dan de mensen die uitgenodigd zijn. Want de mensen die uitgenodigd zijn, denken van, oh, ik moet gezien worden, want die kent me. Ja, en de mensen die Boromangs zijn, hebben ze gewoon schijn, want die kent toch niemand. Dat is echt maar flexen. Als ik Boromang ben, dan praat ik als eerst goed Nederlands. En dan doe ik gewoon een gekke shoot en zo. En die. Maar dit heb je ook toch? Die... Nou, dan heb je weer die elleboog. Like, je kan niet aan de zijkant staan. Je toch, zorg dat je die vissen hype. Niemand kent je. Dus zorg dat mensen je mogen door gewoon die vissen te hypen. Ook al overhype in het, is die erg. Weet je, je brengt tenminste een beetje een gezellige vibe. Wat vind ik van Boromangs? Ik vind ze mogen er wezen, maar af en toe ook niet. Was een kill op mijn feest gekomen toen ik 18 werd. Hij wist niet eens wie jarig was. Hij kwam bij die deur en gaat naar mijn moeder. Die man die met wie hij moest komen, die ik kende, was er niet eens. Wat kom je daar zoeken? Je hoort hem niet. Als je Boromang bent, je moet goed infiltreren. Doe je jas alvast uit in de auto. Doe het uit. Ja, dan ga je naar iemand toe die je al kent. Je geeft hem een box van, hey, fuck it, Boromang. Je weet toch, je praat eventjes met die man 5 minuten van, hey, hoe is het leven? Je doet alsof je lang met die man was. Hey. Dan ga je steeds een stapje dichterbij. Je ziet nog iemand. Ik ken jou nog van. Hé, ken ik jou niet van dingen? Ja, ja man. Ja, dan ben je bij degene van wie die Olo is. Hey, fuck it, hey, rustig man. Hey, die Olo is goeie man. Je bent al binnen. Je bent al binnen. Man. Dat is een goede Boromang. Ja. Voor de rest. Doe het goed of doe het niet. Boromangs zijn de grootste profiteurs die er bestaan. Hoor je dat? Profiteurs. En weet je waarom ik je dit nu zeg? Boromangs willen altijd profiteren. Is er een gastank op die vissa? Iedereen heeft een donnie gelegd of twee. Boromangs pakken stiekem een ballon en willen ook mee gassen. Ze hebben niet gelakt. Hè. Ze pakken die gas en ze willen het klemmen zo van, we hebben het gelakt. Nee broertje, je hebt het niet gelakt. Ik heb ervaring ermee. Ik ben 1 keer Boromang geweest. Je voelt je niet fijn in je vel. Ik was een keer op een feestje of een sitje en ik was op de familiefoto en ik was geen familie. Ik was niet hard. En je staat daar met de domme lach aan de hoek van die foto met de bord eten in je hand, blij. Terwijl die mattie zei tegen je, kom mee, 6-jarig. Ik dacht, mispam. Ik was daar, ik had het niet naar mijn zin. Als je een echte Boromang wil zijn, moet je echt op een goede ossovissa zijn. Je moet goed komen, die vibe moet gewoon goed zijn, man. En ook staan ze altijd als een fireman in die oekoe. Gewoon een beetje vrij zijn. Beetje vrij zijn, schat, een beetje vrij zijn. Oké, nou grapje, sorry, je weet dat mijn schuld. Maar trouwens, zeg het je eerlijk, Boromangs, ze hebben zijn voordelen, ze hebben zijn nadelen. Ja, maar snap je? Hebben die wel meer nadelen, man. Hoeft niet per se, want je hebt van die Boromangs, die opkomen dagen. En ze maken je vissen gewoon gaande, weet je. Maar je hebt ook van die Boromangs, die je jas meenemen wanneer ze naar huis gaan. Dat is Surinamers. Ik heb mijn zoon. Wat vond je van deze Q&A? Ik zeg je eerlijk, het was een niet de Q&A. Zag je, ging helemaal op die vragen. Ja man broer. Maar hey, wat moeten die kijkers doen? Zeg jij het eens een keer. De hele dag wil je dat ze gaan abonneren, liken, delen, abonneren, liken, delen. Op het YouTube kanaal Quattro by Facts. Ga het doen, want anders loop je te klote, grap. Who we introducing? Who we introducing?